Yes, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Sjoelie heeft vanaf heden twee brieven. Zijn geschreven briefje en het statistieke briefje. Sjoelie, welkom. Ja. Hey, je moet nog even inprikken. Je hebt natuurlijk weer een lange maandag achter de rug. En nu is het weer dinsdag en dan moeten we weer volle bak aan de slag. Ja. Je hebt een elftal samengesteld. Uiteraard weer contact gehad met Canada. Ja, ik ben weer blij verrast door alle data die ik over de oceaan heen gekregen heb. Ja, ik ben blij verrast door een aantal namen. Een paar nieuwe namen, is leuk. Maar zullen we beginnen met de keeper? Ja. Sergio Herrera. Waarom heb je voor hem gekozen, Sjoelie? Nou, om het simpele feit dat hij een beslissende redding heeft. In blessuretijd, strafschop, Rakitic, Sevilla. Dubbele redding, hè? Ja, en als jij belangrijk bent in het beetje draaien van de titelrace. Want Sevilla dacht aanspraak te maken op de titel. Ja. Misschien laat Real Madrid ergens onderweg punten liggen. En dan kan Sevilla toeslaan. En dan heeft deze Sergio Herrera eigenlijk wel, hoe zeg je dat, perk en paal aangesteld. Die heeft eigenlijk die spanning een beetje ontnomen uit de competitie door die strafschop te pakken. Hij was wel blij, hè, nadat hij gepakt werd. Nou, dat vond ik wel mooi. Hij vierde het als een spits. Ja. Je pakt die penalty en daarna met het publiek dat vieren. Ik weet niet of de mensen dat gezien hebben, maar... en daarna komt natuurlijk de data. En daar ben ik wel blij voor als dat hij in de top 3 staat van de meeste reddingen in La Liga... Sinds het debuut voor Herrera voor Osasuna. Op 1 Aitor Fernandez, 239 reddingen. Dat is indrukwekkend. 2 Thibaut Courtois, 211 reddingen. En daarna komt Sergio Herrera met 193 reddingen. Dus het is nog een goede keeper ook nog. Dan word je toch weer vast. En dan word je weer bevestigd in je keuze. Ja, ik vind het toch wel... Dat vind je een lekker gevoel, hè? Dat je denkt van, ik heb er echt verstand van. Nou, ik heb dit vannacht om 12:30 richting Canada gestuurd. En ik denk, nou, dan word je dan wakker, 's ochtends om 6:30. Ja. Maar dan ga ik beelden kijken en dan onder andere even de data erbij pakken om te kijken wat er terugkomt. En dan ben ik wel weer blij verrast dat het weer een kloppend elftal is. Ja, precies. Maar los van de data, we pakken wel momenten uit, toch? We hebben de penalty, maar ook de redding bij Enesiri aan het begin. Ja, ook. Ja, jazeker. Ja. Ja. Wat voor cijfer krijgt Herrera? Wat voor cijfer denk jij aan? 8,5. 8,5. Dan geef een 8,5. We gaan dit keer gewoon eens jouw gevoel ook een beetje mee laten spelen. Gaan mee laten spelen. En ook wel weer leuk. We hebben het natuurlijk 2 of 3 weken geleden over Bizot gehad. Weer in het elftal van de week van L'Équipe. Bizot. Ja, Brest. In jouw elftal. Nee, krijgt hij in L'Équipe trouwens? Ik denk een 8. Dat is een vrij hoog cijfer. Dus dat is voor jou een 10? Want de vorige keer had hij 9, dat was voor jou een 11. Ja, maar om nou weer Marco Bizot te nemen, dan denken mensen dat ik aandelen Bizot heb. En die heb ik niet. Dus... Bij een volgende keer, als we Marco Bizot in de elftal, dan gaan we wel kijken of we kunnen skypen met Frans Zoek om naast de data ook wat extra informatie van Bizot te krijgen. Dan ga ik wel koffie halen, hoor. Ga je dan koffie halen? Ja. Dan hou ik het gesprek. Dat is goed. Hey, de volgende speler, Spence. Ja. Buiten het feit, ik hoorde Canada zeggen dat het een mooie naam is voor wingback. Maar wat ik vooral zag is een jonge, talentvolle verdediger die zich echt in de kijker wil spelen. Speelt bij de nummer 8 van de championship, Nottingham. Ja, ik kan me herinneren dat jij een paar weken geleden met een trainersnaam op de proppen kwam. En toen had er een foto achter mij van Cooper. Dat is de training van Nottingham Forest. En dat vond jij toen mooi dat hij van Arsenal won met Nottingham Forest. Ja. En toen viel natuurlijk ook al deze jongen op. Maar Nottingham Forest heeft een leuke speelstijl. Het valt wel op wat zij presteren. Eerst Arsenal uitschakelen. Dat is al knap. Dat is een topclub in de Premier League. Daarna kom je tegenover Leicester City te staan. Dan denk ik, misschien een incident... En Cooper... Veel energie, man, in dat elftal. Hè? Ja, er zit veel energie in, maar je denkt championship... het beeld van de championship is toch bij mensen die dat niet volgen... of dat echt een ver van een bedshow is... dat daar nog kick en rust wordt gespeeld. Maar welk elftal je daar ook gaat bekijken... van onderkant naar bovenkant... Nottingham Forest speelt gewoon op de Antonio Conte manier. Met wingback die er overheen knallen. En deze Jet Spence is aan de rechterkant zo'n wingback... die er overheen knalt. Hij maakt dan ook een doelpunt tegen Leicester City natuurlijk. Ja. De vierde goal die is van hem. Een geweldige goal. Maar er komen statistieken terug. En hij blijkt dan 4 balcontact in de vijandelijke 16 te hebben. Voor een rechtsback, voor een rechter wingback is het natuurlijk... Dat zijn Dumfries-cijfers. Ja. 61 balcontacten. Minimaal 12 met ieder andere Forest speler. Dat betekent ook dat hij vaak aan de bal is. Dat hij vaak aangespeeld wordt. Dat natuurlijk aan de rechterkant vrij staat en diep wordt gestuurd. Maar het is gewoon redelijk... goede voetbal in de kleine ruimte. Hij is vrij snel, hij heeft dynamiek. Ja. En hij wordt al maanden, zeker in januari was er sprake van... Conte wilde hem graag naar Tottenham halen.
En er zijn wel meer Premier League clubs in hem geïnteresseerd. En zeker na deze wedstrijd. Aanzien van deze wedstrijd. Deze jongen speelt volgend jaar in de Premier League. Jed Spence. Dus bij deze is hij geïntroduceerd. Maar 1 goal, 8 dribbles. En slechts 1 verdediger in de Championship dit seizoen meer dribbles dan Spence. Dus het is geen incident wat hij laat zien tegen Arsenal en tegen Leicester City. Was de man of the match. Had jij medelijden met Luke Thomas? Ja, want het is een jonge jongen die wordt geconfronteerd met een andere jonge jongen die er telkens die te snel af is. Hij kon er geen grip op krijgen. Ja, is de talentvolle linksback van Leicester City. Hij speelt er regelmatig mee. Ja. Maar nu kwam hij wel echt hopeloos tekort. Ja, en dat is niet voor het eerst dat hij misschien tekort komt verdedigend. En Leicester City, ze speelden niet met een C-elftal. Je ziet wel een aantal elftal in de FA Cup. Ja. Denk je, die spelen met 4 reserves. De reserves krijgen ook een kans. Bij West Ham was dat bijvoorbeeld het geval. Die speelde tegen Kidderminster Harriers. De meegekregen of gezien? Zeker. Zesde klasser. Dan moet op een gegeven moment in de rust toch Declan Rice erin komen om dat elftal bij de hand te nemen. Anders gaat het gewoon mis tegen een zesde klasser. Maar dat vond ik trouwens wel mooi met heel ander. Maar Pep Guardiola speelde natuurlijk ook met zijn ploeg FA Cup tegen Fulham. Dat vond hij een waanzinnige ploeg. Staan bovenaan in de Championship. Maar hij had ook Kidderminster Harriers West Ham zitten kijken. Ik denk in de bus of in het teamhotel. Ja. Hij vroeg zich toch af. Het is wel een wonderlijk toernooi dat in de FA Cup dat er een zesde klasser indruk kan maken. Verdedigd gezien dan tegen een Premier League club als West Ham. En dat vind ik ook bij Nottingham Forest, Leicester City. Dat is een divisieverschil. Ja, maar dit is de maar Nottingham 8. Forest speelt gewoon Leicester City van het veld. Blaas wordt van het veld geblazen. Is wel apart. Maar het is de nummer 8. Dus wat zegt dat überhaupt over Championship? We hebben al vaker gezegd, toen we tijdens ooit begonnen met Bas die dan Juma het elftal opstelde. Bij Championship. Terwijl jij zei, kijk alleen maar topvoetbal. Maar we komen er steeds maar achter. Het is misschien wel de nummer 6 competitie of 7 competities van Europa. Ja, dit is wel een competitie waar clubs in Europa misschien iets actiever zouden moeten scouten. En dat doen clubs als Gladbach ook. Hè. Die clubs zitten daar allemaal te scouten. En er komen natuurlijk regelmatig spelers vandaan. Bijvoorbeeld Madison en Mason Mount. Allemaal, Derby County en dergelijke, Norwich City. Allemaal in de Championship hebben zij op jonge leeftijd minuten gemaakt. Het is een perfecte competitie om minuten te maken. En ook een aantal Nederlanders nu in de competitie actief. Jonge jongens. Bij Preston Northland bijvoorbeeld, we hebben het vorige week over gehad. Ja. Dat is echt een geweldige competitie. En dat blijkt dan wel weer in het strijd om de FA Cup. Want Nottingham Forest maakte indruk. En Cooper is dat trainer geworden toen ze onderaan stonden. Hij heeft daar een bepaalde speelstijl ingebracht, jonge jongens naartoe gebracht. Het is toch een goede trainer. Ja, en dan het cijfer voor de speler die volgend jaar sowieso, volgend seizoen, in de Premier League speelt. Een 9. Volgende, Koulibaly. Heeft vaker in elftal gestaan. Is dat namens, zo? Zeker. Als speler van Napoli. Nu toernooi in de Afrika Cup. Wat voor indruk heeft hij sowieso bij je achtergelaten als je het hele toernooi erbij pakt? Want we gaan straks de finale bespreken. Nou, de statistieken zeggen eigenlijk alles. Ja. Maar wat is jouw indruk van hem gedurende het hele toernooi? Nou, de keeper had natuurlijk in de belangstelling vanwege zijn verhaal. Ook omdat hij nu bij Chelsea speelt en Champions League heeft gewonnen. Dus Mandy is natuurlijk een bepaald... dat is een verhaal. Diallo speelt naast hem. Je hebt natuurlijk Sadio Mané, de grote ster. De man die de strafschop naar binnen schiet, die de doelpunten maakt. Ja. Die het vaakst in beeld is ook. Maar als ik één speler zou moeten aanwijzen die echt belangrijk is voor Senegal en waarmee Senegal een soort stabiliteit heeft die misschien andere landen niet hebben, dan is dat Kalidou Koulibaly. Dat is ook bij Napoli zo. Het is een stabiele factor. Het is ook een echte leider die, als hij op pad is geweest met Senegal, ervoor zorgt dat hij zo snel mogelijk weer terug is in Napels om daar aan te kunnen sluiten. Echt een geweldige voorbeeldprof. En wat ik ook mooi vond, Senegal-Egypte is afgelopen en dan gaan de Bobo's, heb je het meegekregen of niet? De Bobo's willen graag op de foto natuurlijk, met de beker en met de jongens. En Koulibaly pakt die beker en zegt, we gaan op het veld de foto nemen. En geen gezeik. Het is een leider. En zo staat hij ook bekend in Napels en ik lees wel eens interviews met hem. Ik vind het een goede jongen. Vandaar ook dat ik hem gekozen heb. Maar ook een geweldige verdediger. Iemand die, als hij iets meer belust zou zijn op misschien zijn eigen ego, of misschien meer op de cover van de kranten zou willen staan, dan had hij al een transfer kunnen maken. Ja. Een City of een andere club. Ja, jij gaat zo meteen de statistieken er even bij pakken. Wat mij opviel. Salah zat bij de tegenstander natuurlijk. Diallo, Cis, Gaia, die sloot hem eigenlijk in. Maar dat kwam eigenlijk, daardoor kwam, in dit geval Koulibaly, maar in een hele grote ruimte tegen Mustafa Mohamed te spelen. Ook geen verkeerde spits. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Want het waren behoorlijke ruimtes. En wat ik zeg, ook geen misselijke tegenstander.
Hoe bedoel je de vraag precies? Je had Salah stond aan de rechterkant. En je werd echt ingesloten door de linkercentrale of de Diallo, door Cis, door Gaye. Dus die waren echt vooral bezig met Salah. Wat eigenlijk inhield dat Koulibaly de rest maar moest regelen. Dat deed hij perfect, toch? Dat deed hij zeker goed, ja. Ja, kijk, Egypte, dat hele toernooi door. En het kan natuurlijk een keer fout gaan. Dat Koulibaly net te laat instapt of in zijn rug laat verrassen. Dat kan gebeuren. En dat gebeurde deze wedstrijd ook één of twee keer. Dat de ruimte achter hem te groot werd. Te groot, ja, dat kan gebeuren. Maar dit is gewoon echt een geweldige verdediger. Al jarenlang in de Serie A een bepaald niveau heeft. Maar omdat hij bij Napoli speelt en niet bij Juve. En hij had natuurlijk makkelijk naar Juve gekund. Alleen hij is die club trouwens. Liverpool was er ook sprake van. Liverpool, City, al die clubs. Daar kan hij gewoon mee. Zet hem naast Virgil van Dijk. Of zet hem op de plek van Virgil van Dijk. En het is Virgil van Dijk. Het is echt een geweldige speler. En dat Senegal nu voor het eerst in hun geschiedenis, in die 60 jaar, nu de Afrika Cup pakt, is voor een groot deel toch op te hangen aan ook Kalidou Koulibaly. Want qua statistieken was hij sowieso de baas op het veld, hè? Ja, je ziet het meest van alle spelers. Voor alles, de Westerstads, 106 balcontacten, 98 passes. Geen speler stuurde deze Afrika Cup zoveel passes als Koulibaly. Dus hij kan ook eens voor een verdediger redelijk goed voetballen. Ja. Daar staat hij ook bekend om natuurlijk. Dus, en 15 balheroveringen. Het is ook wel handig dat de verdediger ook een keer een bal verovert. Maar qua statistieken klopt het. En qua beeld klopt het ook. Dus dat is perfect. Dus je had wederom gelijk. Dat wil ik niet zeggen. Maar dat klopt wel. Wat voor cijfer geef je aan Kalidou Koulibaly? Koulibaly in 9. 9. Door naar de volgende. Die kende ik nog niet heel goed. Joseph Aidoo. Ja, hij is speler van de maand geworden. Afgelopen maand van Celta de Vigo. En dat krijg je dan mee. En dan ga je toch extra op hem letten. En ik kreeg de vraag vanuit Canada of ik echt naar Celta Rayo Vallecano had gekeken. Want hij kon zich dat bijna niet voorstellen. En vond hij intrigerend. Toen zei hij, maar ja, jou kennende en het feit dat ik nu zie dat het inderdaad uit de statistiek ook blijkt dat het goede voetballer is, dan moet je de beelden wel gezien hebben. Nou, de beelden hebben wij allebei gezien natuurlijk. Ja. Wat vind jij het meest indrukwekkende na het zien van de beelden? Dat hij kracht en voetballend vermogen combineert. En ik vond ook, ik weet niet of dat toevallig was in deze wedstrijd, maar tegen Rayo Vallecano, de eerste 10 minuten, hij krijgt een aantal keer de bal en hij speelt zo snoeihard op ploeggenoten in, dat ik denk van, raakt die bal nou verkeerd of is hij te bewust? Ja, die rechts buiten heeft echt een paar raketten op hem af gezien. Ja, hij is vrij zeker in het pasen en hij stuurt ballen echt hard, speelt hij in. Maar ik vind Celta een vrij goed voetballende ploeg. En dat is ook mede te danken aan deze Joseph Aidoo, die fysiek echt ijzersterk is. Elk kopduel of elk fysiek duel, die wint hij. Ook slim toch? Want vaak is hij uit de duels. Ja, en hij is ook inderdaad iemand die vooruit denkt als verdediger. Zijn timing is ook vrij goed. Dus het is eigenlijk wel een soort Joseph Aidoo. Waarom speel je eigenlijk bij Celta? Weet je wel, die vraag kun je toch wel jezelf stellen als je daar naar beelden zit te kijken. En toen kwam uit Canada de statistiek, die ik natuurlijk niet kende. Maar het winstpercentage van Celta, je denkt natuurlijk aan Aspas, hè, dus grote sterspeler van Celta die de goals maakt. Maar sinds het begin van vorig seizoen, winstpercentage van Celta in La Liga met Aidoo 45% en zonder Aidoo 16%. Dus redelijk bepalend. Dus, ja, precies. Dat is wel een heel belangrijke speler voor Celta, de Vigo. Ja. Maar een Ghanese, fysiek sterk en inderdaad nog een redelijk goede voetballer ook. Dus met recht dat hij speler van de maand in januari is geworden. En nu ook in het elf van de week. Ja, jij geeft wel aan dat we vaak als iemand goed presteert, dat we doorslaan in nieuwe clubs zoeken, stappen hoger op, et cetera. Ja. Toch wil ik iedere keer in het elfde toch één keer die vraag stellen. Okay. Zou je deze jongen graag in de Premier League willen zien spelen? Daar moest ik namelijk gelijk aan denken. Hoge intensiteit. Veel duels. Ja, ik denk dat een club als Burnley dit een prima speler vindt. En zou vinden. Ja. En zo kun je een hele rits clubs opnoemen waar hij misschien wel mee kan. Alleen in Spanje is het wel zo dat je iets minder snel onder druk komt te staan. Hij heeft wel tijd, iets meer tijd dan in de Premier League om uit te voetballen. Bedoel je eigenlijk dat hij niet voor de in Engeland is het lastiger om zo voor de tegenstander te komen wat hij in Spanje steeds doet? Misschien wel, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, tot slot, cijfer voor Aidoo. Een 9. Een 9. Door naar de volgende, Serge Gnabry. Is natuurlijk cruciaal bij de derde doelpunt voorbij en tegen Leipzig. Ja. Maar als Lewandowski een klein beetje scherper was geweest, dan had hij 3 assists achter zijn naam gehad. Ja, dat ook. Dus hij hield het veld heel breed. Hè. Daar komt hij mee bezig. En soms ging Thomas Müller naar buiten en dan kwam hij naar binnen.
En ik weet, heb jij het er met Pieter over gehad laatst, over de tactiek van Nagelsmann? Ja, zeker. Maar normaal gesproken, tot een paar weken geleden was het vrij normaal dat je met 5 man aanviel, toch? Ja, met minimale breedte. Dus dat is eigenlijk tussen de 16-meterlijn en de zijlijn. Dus je moet niet helemaal aan de zijlijn staan, dus het moet minimale breedte zijn. Want je moet namelijk bij Nagelsmann omgekeerd denken, wist je dat? Ja. Dus dat, dan weet je dat als je dan maar een beetje naar binnen staat, dan denk je alweer aan verdedigen. Ja. Viel het je daarom zo op dat hij aan de zijkant stond? Nou, kijk, ik ben al een paar weken in de ban van Bayern München, omdat ze steeds, ik zie steeds meer spelers beter worden. Dat je denkt, oké, maar het is wel raar dat er 8 spelers tegelijkertijd in vorm zijn, weet je wel. Ja. En ik zie ook Coman. Van Coman heb je toch het beeld. Dat is, net als Adama Traoré, iemand die neemt een bal aan, die gaat er langs en geeft voor. Dat is vrij beperkt, toch? Een geweldige aanvaller. Ja, maar wel iets gepolijst hoor. Ja, hij is gepolijst, maar ik bedoel, als je aan Coman denkt, denk je aan iemand die startsnelheid heeft, een tegenstander voorbij gaat en een voorzet geeft. Buitenom vaak. Maar nu zie je hem als een soort wingback de flank bestrijken en dingen doen die hij normaal gesproken nooit deed. Onder Nagelsmann is Coman een andere voetbal aan het worden. Datzelfde geldt voor Gnabry. Dat zie je, denk je, wat doet Gnabry daar op die plek? Ja. Hij verdedigt wel erg veel mee voor iemand die eigenlijk tot voor kort aanvallen was. En nu doet hij ook dingen die je hem normaal niet ziet doen. Dus ik heb gevraagd, van, kan je dat zien in de statistieken? En wat bleek, dat kan je dus ook terugzien. Ja. Of dat kun je terugzien in de statistieken. Maar hij heeft de meeste kansen gecreëerd van iedereen, 4. De meest succesvolle dribbles van iedereen, ook 4. Dat is allemaal niet verwonderlijk, hè? Dat past bij zijn type speler, dat is type spel. Ja. Maar ook de meeste duels gewonnen, 8. De meest succesvolle tackles, 3. Van iedereen op het veld. Even het over Serge Gnabry. Dus dat is een soort alsof hij ook nog een andere voetballer is onder Nagelsmann. Dus je ziet dat hij tactisch, maar ook in zijn rol anders wordt. Omdat Nagelsmann inderdaad, wat jij zei, dat voetbal toch op een andere manier benadert. En dat elftal ook moderniseert. En Bayern München wordt... kijk, Bayern München heeft afgelopen onder Hansi Flick ook gewoon de Champions League gewonnen. Ja. Op een andere manier dan ze nu doen. Maar dit is wel een elftal waar heel veel werk in zit en waar heel veel andere trainers nu naar gaan zitten kijken en denken, goh, dat kan ook. Komende je kunt ook met 6 man aanvallen. Ja, zeker. Maar komende week is wel interessant om te volgen of die statistieken ook dan, laat maar zeggen, of die dan ook heeft. Die was tegen Leipzig natuurlijk wel heel veel omschakelen. Dat is niet iedere week zo. Dat is niet iedere week zo, nee. Dus ik denk dat dat wel mee de mede voor zorgt dat hij zulke statistieken heeft in verdedigend opzicht. Als je tegen Leipzig speelt, en Leipzig profiteerde 2 keer, hè, en Nagelsmann kreeg na afloop van deze wedstrijd wel de vraag van journalisten, is het niet te aanvallend om te spelen met 2 halftienen, hè, met Müller en Sané? De halftienen kunnen we gewoon gebruiken in deze uitzending. Zeker. Ja. Dus en dan ook nog eens Coman en Gnabry en ook nog eens de spits Lewandowski en ook nog eens Tolisso. En dan heb je Kimmich eigenlijk als een soort van controleur die het allemaal in de gaten houdt. Dan heb je eigenlijk 6 spelers die aanvallend denken. Want Tolisso is ook continu bezig met in de 16 komen. Als je dan gaat beeld stilzetten en kijkt hoeveel spelers er in beweging zijn, dat is echt wel indrukwekkend bij Bayern München. En Leipzig scoort 2 keer en het wordt nog een spannende wedstrijd. Of min of meer spannende wedstrijd. Alhoewel, als Lewandowski iets scherper was geweest, dat het 5-2 kunnen zijn. Ja. Maar Nagelsmann wordt dan boos natuurlijk. Zegt, nee, ben je gek, die 2 tegengoals heeft niets te maken met hoe aanvallend wij spelen. Of het feit dat wij te aanvallend spelen of met een te hoge lijn. Het komt omdat er in de opbouw op een gegeven moment een slordigheid wordt gepleegd. Daar profiteert Leipzig van. We moeten zorgen dat we minder slordig zijn. Ja, dat is inderdaad ook een zienswijze. Maar op een gegeven moment was het wel gewoon 5-3. 5 spelers van Leipzig tegen 3 spelers van Bayern München. Omdat er een fout wordt begaan. En dan zijn er inderdaad wel veel spelers bezig met aanvallen. Ik moet zeggen dat ik nog zo'n wedstrijd heb gezien, maar daar komt zometeen ook weer een speler van terug. Serge Gnabry, wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Leipzig? Een 9. Hey, de volgende, Lovro Majer. Die heb je wel eens eerder in je elftal gehad. Die heeft een bepaalde aanname. Buiten Majer gaan we straks ook nog een statistiekenmonster bespreken. Maar welk moment in de wedstrijd heeft jou doen besluiten van hij staat er gewoon weer in? Dat was al vrij snel, in het begin, dat ik hem aan de zijkant op een gegeven moment een paas zag geven met buitenkant voet, de hoek in. Dat ik, oké, hij heeft er weer zin in. Ja. Het is weer zo'n Maillère-middag in het Rauwelzon Park. En daar mag je dan bij zijn als toeschouwer. Hè. Dave zat bij Lille tegen Paris Saint-Germain Lille.
Ja. Maar had eigenlijk bij deze wedstrijd moeten zijn. Bij Rennes tegen Brest. En kijk, ik wil niet zeggen dat we hem nu bewust infietsen. Want ik had hem toch al uit kunnen laten. Maar ook in Frankrijk waren ze weer diep onder de indruk. Omdat hij laat het voetbal natuurlijk er vrij makkelijk uitzien. Maar hij is ook wel weer effectief. En ik zag in L'Équipe... Maar ik stuur het elftal voor dat L'Équipe uitkomt, stuur ik het elftal in. Dus ik heb geen idee wat L'Équipe, waar L'Équipe mee komt die ochtend. Maar ik zag in L'Équipe een statistiek staan over Maier dat hij weer een aantal kilometer had afgelegd dat indrukwekkend was. En denk je van zo'n sierlijke speler, dat je bijna 13 kilometer aflegt in een wedstrijd tegen Brest. Daar was ik echt verbaasd over. Hij gebruikt het hele veld om artiest te zijn. Het is een artiest over het hele veld. En tegenwoordig moet je dynamisch zijn en meters afleggen. Maar dit is een soort van Frenkie de Jong, maar dan in een Ferrari, weet je wel. Die race het hele veld over. Jij noemt er nu een soort Frenkie de Jong in een Ferrari, maar voor de uitzending had je het over, ja, weet je, het is gewoon de nieuwe Modric. Sterker nog, hij heeft alles wat Modric heeft hij ook. Ja, vind je van niet? Ja, zeker. Nee, die vergelijking is ook wel logisch. Dat... Ja, de assist die hij geeft, wie was het nou? Wie gaf hij die assist? Laborde. Oh ja, die assist die hij geeft, met zoveel gevoel legt hij hem daar bewust neer bij de tweede paal. Er zit heel veel gevoel in zijn linkerbeen. In een kleine ruimte? In een kleine ruimte. En hij is eigenlijk pas net begonnen bij Stade Rennes. Maar ik denk niet dat hij houdbaar is voor deze club. Ik denk dat daar gaan ze heel veel geld voor krijgen. Want ja, zo'n goede speler die kan toch niet bij Stade Rennes voetballen? Nee. Nee, want over Stade Rennes gesproken. Canada had het over een statistiekenmonster. Ja, zeker. Maar daar komen we zo op. En dan ga ik het voorlezen, want dat is gewoon poëzie bijna. Poëzie. Okay. Maar Maier heeft ook het minste aantal speelminuten nodig per assist in Ligue 1. Hè. Dat is dus op 1 Maier, elke 190 minuten een assist. Op 2 een Messi, 164 minuten. Dus Maier is... Die staat ook in vorm dit weekend. Staat niet in een elftal. Oh, shit. Heb het al verraden. Ja, oh, had Messi in het elftal willen zien? Ah, ik had het verwacht, maar goed, daar komen we straks op. En nummer 3? Ja, Aouichiche. Maar dit is wel mooi en kennelijk heeft ook... jij noemt de statistiekenman. Misha die heeft kennelijk ook zo'n dromen en zijn passies en zijn uitspattingen. En dit is dan de uitspatting van Misha. Bij Rennes speelt... Ik lees nu gewoon voor, hè. Ja. Bij Stade Rennes speelt trouwens een speler... Bourigeau, noem ik hem. Bourigeau. Dat is echt een statistiekenmonster. Allemaal mooi. Alleen Payet creëerde meer kansen in de grote 5 competities dit seizoen. Bourigeau creëerde er 40 uit open spel. Minimaal 11 meer dan ieder ander speler in de top 5 competities. Dat is indrukwekkend. Dus eigenlijk de speler die de meeste kansen creëert in alle competities. De topcompetities. Hij staat ook derde in het totaal aantal afgelegde meters van top 5 competities. Dat is zeer belangrijk tegenwoordig. Alleen doen La Liga en Serie A niet mee aan trekkingsstatistieken. Dus dan is wel een beetje een statistiek dat je denkt van nou... ben er al vrij lang door geïntrigeerd. Wacht op het moment om hierop te wijzen. Nou, bij deze gaan we hem ook in de gaten houden. Maar je hebt eigenlijk gewoon een kaarsje voor je neus moeten hebben. Even het studio licht een beetje dimmen. Muziekje eronder. Maar Benjamin Bourigeau, dat is ook een speler om in de gaten te houden. Dat is een statistiekenmonster. En je kijkt voetbal en dan hou je van Lovro Maier. Maar je kunt natuurlijk ook statistieken analyseren. En dan word je verliefd op Benjamin Bourigeau. Want dan zie je allerlei grafieken en data en stats. En dan denk je, goh, ongelooflijk. Wat een speler. Ja. En dan ga je goed naar hem kijken. Dan ga je een beetje naar een Beautiful Mind idee, weet je. Met al die formules op de achtergrond en zo, weet je. Dat gaat ook heel diep. Nou, ik zat er ook aan te denken om binnenkort eens een keer een elftal te laten samenstellen op basis... Wie zijn nou statistisch gezien de beste spelers? Een soort Moneyball idee. Ja, wie zijn nou de beste spelers en wie komen daar nou uit? Nou, dan kom je wel redelijk dicht bij de spelers. Ben jij dan Brad Pitt? Hoezo? Je kent de film Moneyball, toch? Ja, ik... Brad Pitt en die dikke. Dus zo bedoel je het. Ja, ik dacht, ben ik net zo knap als Brad Pitt? Dat wil ik eigenlijk ja op antwoorden, maar dat is niet de vraag die je stelde. Nee. Oké, ja. Cijfer, Maier? Een 10. Een 10? Kijk, gewoon een 10. Lekker hoor. Hey, de volgende, Stefano Sensi, maakt zijn debuut bij Sampdoria. Ja, ik kreeg een paar weken geleden de vraag hoe het met Stefano Sensi ging. Bezorgde voetballiefhebber, die zich afvroeg waar Stefano Sensi was gebleven. Nou ja, natuurlijk bij Inter, maar... Te veel concurrentie. Concurrentie, geen speelminuten en op zijn plek staat iemand die het goed doet.
Hakan Çalhanoğlu natuurlijk. Ja. Dus ja, dan is het naar een andere club. En dan is het wel verbazingwekkend dat Sampdoria al 7 duels op rij niet weet te winnen. Al 5 duels op rij heeft verloren. Dat Stefano Sensi met rug nummer 5 op 10 komt te spelen. Zichzelf mag zijn. En daar is Stefano Sensi weer. Ja. Want het is niet zo dat ik hem nu, omdat hij gespeeld heeft, erin heb gezet. Hè. Nee, want de statistieken bewijzen wederom jouw gelijk. Nou, dat is niet alleen mijn zeggen, gelijk, toch? Maar nee, Sampdoria Sassuolo wordt 4-0. En de creativiteit komt allemaal van Sensi. Hij maakt natuurlijk ook een doelpunt. Mm-hmm. Maar als je gaat kijken naar die wedstrijd, hoe hij speelt, duels die hij wint. Het is echt een veel te goede voetballer voor Sampdoria. Maar dat is voor Sampdoria natuurlijk heerlijk. Ja. Dat er daar zoveel kwaliteit nu staat. En ook iemand die grinta heeft. Ik vind het echt een mooie speler. En ik ben blij dat hij nu weer wekelijks in actie komt. Maar fijn dat we dat soort goede voetballers weer in actie zien. Want we hebben het er wel eens vaker over gehad. Dat de selecties uitpuilen bij sommige clubs met geweldige spelers. Waardoor je ze gewoon niet wekelijks aan het werk ziet. Nou, ik vind het altijd wel fijn om spelers die eigenlijk... Stefano Sensi is echt een prachtspeler. Maar die hoort eigenlijk ook bij Sampdoria te voetballen. Of op zo'n soort club. Ja. Omdat je dan mag je eens een keer 2 wedstrijden op rij niet thuisgeven. Maar als het maar af en toe, zoals tegen Sassuolo, gebeurt dat hij uitblinkt. Helaas zijn er heel veel van dit soort spelers. Ja. Ik bedoel toch zonder dat Hatem Ben Arfa, die je dan tegen Paris Saint-Germain ziet bij Lille, dat hij jaren van de radar verdwenen is. Ja, dat is zonde. Ja, zeker bij dat soort voetballers. Moeten we niet hebben. Cijfer voor Sensi? Een 9. Door naar de volgende. Florian Wirtz. We hadden het net over de ruimtes bij een andere Bundesliga-wedstrijd. Gaan we het hebben over Wirtz of gaan we het hebben over de gatenkaas van Dortmund? Waar Wirtz overigens goed gebruik maakte, van gemaakt. Ja, wat ik wel mooi vind aan Wirtz. Je hebt gelijk, het is wel opvallende uitslag, 2-5. Ja. Dortmund was dramatisch, dat kunnen we wel stellen. Kijk, als Haaland niet speelt, zie je een ander Dortmund. Ja, maar dan moet het dan achterin zo zwak zijn? Nou ja, normaal gesproken, Haaland zorgt ervoor dat een tegenstander toch op een andere manier op het veld komt of staat. En Haaland is toch iets anders dan Malen in het centrum. Eens, maar dat wil toch niet zeggen dat je dan zoveel ruimte steeds weggeeft? Nee, en het is wel opvallend, want Dortmund had het redelijk op de rit. Er stonden ook gewoon vast tweede op relatief grote afstand van Leverkusen. Maar Leverkusen scoort de laatste weken, 2 maanden vaak. En ook weer een assist van Frimpong. Hè? De 5e goal was een assist van Frimpong. Ik had ook Andrieg kunnen nemen. Die schoot op een geweldige wijze een strafschop binnen. Verdedigende middenvelder van Leverkusen. Maar bij Florian Wirtz verbaas ik me altijd over het feit dat hij nog een hele lange tijd 18 is. En hij is nog steeds 18. En hij speelt echt met ballen. Hè? Dat is een jongen die altijd aanspeelbaar is. Onder welke druk of hoeveel tegenstander hij ook om zich heen. Hij vraagt altijd om de bal. Ja. En hij heeft eigenlijk altijd wel een oplossing. En hij voetbalt heel makkelijk. En dat vind ik wel mooi om te zien. En ik vroeg dus hoe kun je hem eens vergelijken met leeftijdgenoten? Weet je wel, Kai Havertz ook vrij jong, heel goed. Daar was Michel wel duidelijk over, hè? Nou, je vroeg naar de leeftijdgenoten. Nou, ik wou hem vergelijken, ik citeer nu. Ik wou hem vergelijken met leeftijdgenoten, maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Hij knalt echt off the charts. En dat is denk ik vertaald gewoon, als je een grafiek maakt, dan heb je hier de normale mensen en dan daarboven ergens Wirtz. We komen weer in een categorie die niet in statistiek... Ja, en Wirtz is natuurlijk wel een speciaal talent die op 18-jarige leeftijd ook al international is. En als je ziet dat hij 40 kansen heeft gecreëerd uit open spel als 18-jarige. En dan staat hij gewoon in een rijtje met Müller, die op 1 staat. Thomas Müller, een van de meest onderschatte spelers ter wereld. 66 kansen uit open spel. Daarna komt Bruno Fernandes, 49. Ja. Payet, 47. Maar daar staat Payet onbekend. En daarna komen Wirtz en Salah. Dus hij staat gewoon in een rijtje topspelers. Is 18 jaar en speler van Bayer Leverkusen. En niet zo lang meer. Want Wirtz is natuurlijk gewoon een speler voor Bayern München. Je hebt het ook over de bravoure waarmee hij speelt. Dus dan dat moment dat hij stond er ruim voor in de 16, dat hij afkapt, nog eventjes speelt met de tegenstander en hem vervolgens breedlegt, terwijl hij makkelijk zelf had kunnen schieten. Het speelse, dat heeft hij ook nog steeds. Hè? Ja, hij heeft extra tijd, lijkt het wel. Hij kan dus, wat jij zegt, dat spelen met een tegenstander, heel balletje terughalen. Even om een tegenstander heen. Oh, kijk, ik zie daar iemand beter staan. Weet je, doe ik dat op die manier. Dus het lijkt wel alsof hij meer tijd heeft dan gewone spelers. En
En dat maakt hem bijzonder, dat hij in de drukte op de eigen helft, maar ook bij de helft van de tegenstander, altijd opties heeft. Ja. Zoals Iniesta ook altijd opties had. Alleen dit is een Duitser. Die staan niet bekend om de frivoliteit. Nee, we hebben het natuurlijk regelmatig gehad over David Raum. Ja. Nou, dat is geen frivole speler. Nee. Dat is een voorzettermachine. Ja. Maar dit is dan weer een open kans, kans uit open spel creëren machine. Ja. Ja. Mooi woord. Het is geen woord. Maar... Oh. Cijfer voor een 9. 9. Gaan we door naar de volgende. Adama Traoré. Voor de uitzending hadden we het er even over. Ruben vond hem bijzonder effectief. Jij vond hem heel aanwezig en gevaarlijk. En toch, als ik dan die opkomst bekijk, dan denk ik van... Wat doet die kogelstoter in Camp Nou? Kogelstoter. Ik weet niet... Omdat hij er zo breed uitziet? Of omdat hij spieren heeft? Het is gewoon ongepolijst. Heel breed. Dat zie je natuurlijk niet zo heel vaak. Maar wel, ja, eerlijk is eerlijk. Wel gevaarlijk. Ja, kijk... Traoré, Barcelona heeft hem natuurlijk nu genomen. Hij komt ook bij Barcelona vandaan. En dat lijkt op een warm haalt Barcelona een speler die net als Ousmane Dembele niet uitblinkt in het geven van voorzetten of niet heel hoog rendement heeft. Maar Pep Guardiola wilde hem ook naar City halen. Ja, dat werd op een gegeven moment te duur. Zoals heel veel spelers van Wolverhampton ongelooflijk duur zijn. Maar Traoré heeft wel iets... wat hem echt onderscheidt van heel veel andere spelers. En er zijn weinig spelers zoals Traoré die als een tegenstander met 7-8 man in de eigen helft gaat staan en je moet het spel misschien een beetje breed houden en het komt aan op 1-1 of iemand die iets kan creëren, dan heb je wel Traoré nodig om de deur te openen. En dat deed hij tegen Atletico. Atletico is toch ingericht op het tegenhouden. Alleen hoe hou je Traoré tegen? Niet. Dat is onmogelijk. Dus dan moet je hopen dat hij een slechte wedstrijd speelt. En daar bedoel ik mee dat hij zijn rendement laag is. Maar moeten we er vooral gewoon even aan wennen? Dat dit soort spelers gewoon ook niet naar Barcelona voorheen. Zag je die gewoon niet bij Barcelona? Nou ja, Pedro. Pedro kan 7 keer in Adama Traoré. Maar die werd ook door Guardiola gebruikt. Omdat hij bepaald soort eigenschappen had die misschien die andere spelers niet hadden. Het is geen... typische tiki-taka positiespel speler. Nee. Maar dit is wel een voetballer. Ja, ik zou niet heel graag linksback willen zijn van Sevilla. Zoals Rekik, stel je voor Sevilla, Barcelona, Barcelona, Sevilla. En Rekik heeft te maken met Traoré. Ik denk wel dat hij een vervelende middag heeft. Maar je toch denkt, ja, hij is sneller dan ik. Op de eerste 2 meter, maar ook op de eerste 10 meter. Maar ook op de laatste 100 meter. Hij is gewoon sneller dan ik. Ja. Dan moet je achteraan. En zijn timing is ook wel redelijk oké. Alleen, er stuit het af en toe een bal 3 meter van zijn voet af. En dat doet hij gewoon opnieuw weer. Hè? Ja. Want het is niet een jongen die na een mislukte dribbel niet meer wil dribbelen of niet meer durft te dribbelen. Het is echt een... je hebt het net over een statistiekenmonster gehad. Deze Adama Traoré is een dribbelmonster. Nou ja, daar hebben we ook statistieken van. Want we kunnen er van alles van vinden. Maar de statistieken zeggen dat het een uitstekende speler is voor Barcelona. Ja, als je gaat kijken naar het lijstje met succesvolle dribbels in de top 5 competities... Dan staat op 1 Saint-Maximin, nou, dat weten we allemaal, hè? Met de A-band om bij Newcastle. Dat is inderdaad iemand die dribbelt. 91 geslaagde dribbels. Daarna op 2 Traoré met 85. En op 3 Mbappé met 73. Dat is geen misselijk rijtje. Nee. Het is niet zo dat Traoré alles heeft gespeeld de afgelopen tijd bij Wolverhampton. Dus als daar was ik zo verbaasd over de statistiek. Als hij bij Barcelona elke keer die 60 minuten gaat volmaken of langer... dan gaat hij in die statistiek off the chart, om het zo maar te zeggen. Koppositie is in zicht dus. Nou, ik vind... Kijk, je ziet wel dat Xavi is natuurlijk een trainer uit de Guardiola-school. En we hebben het net gehad over minimale breedte bij Nagelsmann. Het veld breed houden. Je zag ook bij Barcelona zie je ook een ontwikkeling gaan. Want Xavi is ergens mee begonnen. Ja. Positiewisselingen en dergelijke. Als Alba onderweg is, moet Frenkie een bepaalde positie innemen. En andersom en aan de andere kant ook. Dani Alves die als middenvelder opereert. Maar Traoré aan de buitenkant. Traoré is dat niet aan de binnenkant. Want dan raakt Traoré in de war. Hij moet wel eigenlijk hij moet begeleid worden door de lijn. Hij moet eigenlijk met zijn hand moet vastgehouden worden door de zijlijn. Dat is de begeleider van Traoré. En op basis, vanaf de zijlijn kan hij inderdaad
zijn acties gaan maken. En ik denk dat Van Traoré nog wel gaan genieten deze komende periode. Ja, wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Atletico Madrid? Een 8,5. 8,5. Gaan we door naar de volgende. Giroud. Ja, ik heb ik speciaal voor jou uitgekozen. Ja, twee keer trefzeker. Tweede, zeer fraai. Ja. Ja, en dan in de derby tegen Inter. Ja, dan is het logisch dat je opgesteld staat in het elftal van de week, toch? Nee, is niet heel logisch. Maar het heeft ook... Ik kies liever spitsen die de drie maken of die echt uitblinken. En het is niet zo dat hij tegen Inter de eerste 55 minuten uitblonk. Ik was het wel met Emile Schelvis eens, die hem eigenlijk uit de wedstrijd wilde praten. Dat ben je niet altijd, praten. Nee, maar ik ben milder geworden sinds ik vader ben. Oh. Giroud is zo'n spits. En we hebben het er gisteren natuurlijk ook over gehad met Matthijs, de stem van God. Die af en toe inbreekt hier in deze uitzending, die het een godsbevond vond dat ik het durfde om Wout Weghorst en Olivier Giroud met elkaar te vergelijken. Olivier Giroud is natuurlijk veel zielijker. Ja. Maar als je gaat kijken, zijn hele carrière is hij uitgefloten. Bij alle clubs waar hij heeft gespeeld is hij uitgefloten. Als international. Waar zit dat in, denk je? Uitgefloten. Motoriek, afwezigheid in een wedstrijd. Het is geen spektakel. Het zijn wel mooie goals, maar het is geen spektakel. Want hij is iemand die zich onttrekt van het spel ook een beetje. Ja. Ik zie ook wel terug aan het aantal balcontacten. Ze zijn altijd minimaal. Ja, en wat gebeurt er? Hij is verdwenen. Je denkt niet meer aan Giroud. Stefan de Vrij wel, want die probeerde. Die ging goed met hem mee. Alleen ja, hij werd in de luren gelegd door die bewegingen. De kruifturn. Maar hoe zit dat nu bij AC Milan dan? Wordt hij daar ook uitgefloten? Want daar is natuurlijk Inzaghi is daar groot geworden. Door nooit aan de bal te komen en toch te scoren. Ja. Dat doet hij in dit geval in de slot. Tenminste ook tegen Inter. Want die tweede kunnen we gewoon zeggen. Geweldige goal. Geweldige goal, ja. Toch? Ja, geweldige goal. Ja. Ja, een geweldige spitsengoal. Iemand ja. die een bal krijgt aangespeeld en terwijl die bal naar hem toe komt al weet wat hij gaat doen. En hem gedecideerd binnenschiet. Echt geweldige goal. En als je dan gaat kijken, scoort elke 125 minuten in de Serie A dit seizoen. Dus hij is redelijk effectief met het aantal speelminuten dat hij krijgt. Hoort ook bij de beste veteranen van Europa, hè? Ja, beste veteranen, ja, daar hoort hij bij. En dan is Italië een geweldige competitie voor dat soort spelers. Ja. Ja. Cijfer. 9. Als je de man of the match bent in de derby van Milaan, dan mag je wel met de 9 thuiskomen. Vind ik ook, ja. Hey, tot slot, Arek Milik, hat-trick. Ja. Zat twee fraaie loopacties zaten erbij. Ja. Ik had wel verwacht trouwens dat Messi in jouw elftal zou staan. Kun je kort uitleggen waarom die er niet in staat? Omdat hij niet bovengemiddeld presteerde. En wederopstanding, circus, ja. Messi, hij is weer terug. Ik heb alles gehoord. Als die vrije trap binnengaat, die hij op de kruising schiet. En hij heeft dit seizoen al 7 of 8 keer op zo'n bal op de lat geschoten. Op de paal. Als hij dan ook nog eens 2 assists verzorgt. Weet je wel, we gaan nog dingen zien van Messi die veel beter zijn dan we hebben gezien. Jij weet wat er komen gaat. Dus. Ik weet wat er komen gaat. Ja. Ik heb die glazen bol bekeken. En we gaan nog versteld staan van de veteraan Messi. Ja. Die een bal vanuit een hoekschop binnen gaat schieten. Oké, okay, nee, dan heb ik niet gezegd. Nee, daar word ik er wel rustig van. Dat is wel heel blij. Nou, van Messi gaan we nog veel meer dingen zien die tienen waard zijn. En dit is een 8,5. En ja, ik kan Messi wel opstellen. Maar als ik Messi nu al opstel op basis van deze wedstrijd tegen Lille, dan moet ik hem bijna elke week gaan doen. Want de statistieken van Messi, als je die opvraagt, dan heb je niet 1 A4'tje nodig. Niet 2, maar wel 7. Weet je al, dat is off the charts. Dan krijgen we een boek. Tafel. Dan krijg je boek op tafel met statistieken. Okay, dat is leuk. Hey Milik, los van de statistieken, ik wil eigenlijk twee momenten met jou graag bespreken. De loopaks, dat die steeds weg is en ineens, als ik altijd wil, toch aan speelbaar. Slimme spits. Bij zijn eerste goal, het was de zonder 2-0 achter, ja. Hij maakte 1-2. Is inderdaad de loopactie eerst naar voren en dan naar rechts, ja. waardoor hij eventjes de tijd krijgt om te schieten eigenlijk. En uit het zichtveld van zijn directe tegenstander is. Knappe loopactie. Ik stuur dan in van Arek Milik eindelijk bij Marseille belangrijk. Dus weet je wel, en dan ga je ook een beetje mee in het commentaar. Eindelijk zien we Arek Milik weer eens een keer schitteren voor Marseille. Want hij maakt nu een hat-trick. En dan blijkt uit de statistieken dat het zijn derde hat-trick is in een jaar. Dus vrij aardig. Zeker. Maar hij heeft ook al gewoon 23 goals gemaakt in 37 wedstrijden.
En Arek Milik, dat is toch zo'n speler waar je niet vaak aan denkt. Je denkt toch aan Haaland en Mbappé, maar zijn statistieken zijn toch wel geweldig. Sinds zijn debuut scoorden slechts 3 spelers in de Ligue 1 vaker. Dan heb je het over Mbappé, Ben Yedder en Jonathan David. Ja. Dus hij doet het vrij goed. Alleen, helaas wel geblesseerd geweest ook een tijdje. Wat vond jij van Milik in de periode bij Ajax? Het is altijd wel duidelijk geweest dat hij een goede speler is, technisch zeer vaardig. Maar toch was er altijd een beetje twijfel rondom hem. Nou, wat zijn die goal die hij maakt natuurlijk met die loopacties geweldig. Maar hij schiet hem daarna ook nog eens met zijn linker, was het hè, geloof ik. Ja. Schiet, lopt hij hem over de keeper heen. Of chipt hij hem over de keeper heen. Wat vond ik bij hem, ja, Ajax. Ja, je gaat toch terugdenken aan de Graafschap. En het feit dat hij daar toen niet speelde en inviel. En wat was het toch of niet? Ja. Wat vond ik daarvan? Het is een jongen die natuurlijk knap gescout is door Ajax. En het ook bij Napoli een tijdje echt heel goed gedaan heeft. Ja. Veel goals gemaakt. Alleen ja, ingehaald is door het fenomeen Dries Mertens. Maar Marseille doet het goed in de competitie. En Arek Milik is een zeer doeltreffende spits. En daar gaat het ook om. Ja, en een hat-trick. Wat voor cijfer levert dat dan op? Een 9. Hey, dan gaan we naar de trainer. En daar hebben we een leuk filmpje bij. Want ja, kijk, als je zo je team steunt, ja, dan hoor je er gewoon. Die hond neemt wel risico, hè? Nou, die hond op B. Ja, ik vind het mooiste, op een gegeven moment gaat hij door de telefoon iets roepen, maar het beeld loopt achter. Dus die wedstrijd is al veel verder dan hij denkt. Dat is een 20 seconden delay. Maar deze trainer van Keulen, Steffen Baumgart. Ja, Baumgartel. Die met inderdaad karakteristieke petje. Of toepetje, hoe noem je dat? Geen toepetje, want dat is een nep haar. Toch? Precies. Zo'n oude mannenpet. Dat is nogal een emotioneel kruidvat. Ik bedoel, die staat ook zo langs de zijlijn. En het is iemand die op emotie coacht. Maar je ziet bij Keulen dat Anthony Modest toch bij Keulen het gelukkigste is. En ook onder deze trainer weer geweldig functioneert. Een matchwinner afgelopen weekend. Maar ik zit eraan te kijken. En dit is natuurlijk je zit te kijken naar iemand die in zijn woonkamer voetbal zit te kijken. Maar het is ook de trainer van FC Keulen die zo lang zijn aan staat. En via telefoon met de bank verbinding heeft. Maar het beeld heeft 20 seconden vertraging. Ja, het is allemaal een beetje tragisch. Je kunt ook gewoon rustig gaan zitten. Want dan had Keulen ook met 1-0 gewonnen. Maar ik kijk dus op een hele andere manier. Ik vind de omgeving veel interessanter in dit geval. Die vrouw die juist blijft op de bank zitten. Ja, die kijkt in die op of om van. Ja, dit is dus normaal gedrag. In die woonkamer. Dus hij heeft ook de mooiste plek. Recht voor de tv. Maar die vrouw ligt daarbij. Die denkt van, wanneer kan ik gaan Netflix? Wanneer is die grote wedstrijd afgelopen? Ja. Ja, we zitten ook allemaal bij van, joh, ja, het zal wel, weet je, alleen die hond die wordt wat enthousiast, hè? Maar dit is toch raar? Ja, ik heb dit wel 5 keer teruggekeken, omdat ik inderdaad ook wel geïntegreerd was door de mensen die om me heen zaten. Nou, die hond is nog het meest enthousiast, maar de rest interesseert geen ene kloof dat Keulen wint of zo, hè? Maar even, jij kijkt natuurlijk ook heel veel video's. Ja, maar niet op deze manier. Ik moet zeggen, ik heb ook de plek recht voor de televisie. Dat is wel een eis die ik heb als ik in een woonkamer tv kijk. Hoe reageert Tess op jou als je voetbal kijkt? Stel dat je enthousiast bent, stel dat je boos wordt. Ik zat Barcelona tegen Atletico te kijken en Jordi Alba maakt. Ik ben totaal emotieloos. Ik kijk daar als een soort robot naar, weet je wel, als je naar de beeld is, als een soort dooie. Wedstrijd na wedstrijd. En ik zat in de woonkamer toevallig tijdens Barcelona Atletico. En Tess zat aan tafel met Cato te voeden. De kind moet ook eten. Ja. En Jordi Alba schiet die bal de kruising in. En ik werd enthousiast. Dus ik zei een paar krachttermen en al wat een goal, weet je wel. Daar werd ik een beetje blij van, want het is een mooie goal om te zien. En
Net zoals die mensen daar in die woonkamer. Dat is kennelijk is dat rare idiote gedrag van mij. Dat is normaal geworden, weet je wel. Dus mevrouw Usterk en Cato, die kijken elkaar aan van ja, laat maar weer door. Ja. Ja, okay. Maar ik denk dat als hij dit terugziet, dat hij ook denkt van, kennelijk vind je het normaal hoe gek ik me gedraag. maar, ja... Hey, Kees is er ook. Oké. Okay. Hey, de tribuneklant. Daar gaan we door. Ja. Ik ben terecht geweest door Ruben, overigens terecht. Ik had Elliot van Liverpool, maakte 4 maanden zijn rentree, mooi goal. Mm-hmm. Maar Ruben zegt terecht, ja, je moet vader Elliot moet je nemen. Ja. Want de emotie van, nou, we gaan er naar kijken. Ja, schitterend. Ik heb het inderdaad gezien. Ja, daar word je gewoon stil van als je er naar kijkt. Emotie. Dat is mooi dit. Als je ziet hoe die jongen van het veld gegaan was. Dubbele beenbreuk. Hè? Nou, de overtreding van Pascal Strijk. Zo, je denkt van, die voetbalt nooit meer. Ja. Of laten we hopen dat hij ooit op niveau terugkomt. En dan komt die jongen terug. En die schiet een bal binnen op een wijze dat je denkt. Mooi, hij is al 7 maanden bezig. En hij is lekker in vorm. Hij voelt zich, hij heeft zelfvertrouwen. Maar Harvey Elliott is een speciaal talent. Ik kan me voorstellen dat als je vader bent. Hij staat ook wel in het trapgang, hè? Een speciale plek voor de vader. En dan kan hij in zijn eentje ervan genieten. En helemaal in tranen. Prachtig om te zien. Maar dat iemand dat alweer filmt. Tegenwoordig kun je niet meer stiekem iets doen, hè? Van je zoon genieten kan niet meer. Zeg maar zeggen. Dan gaat de hele wereld weer over. Want wij hebben het er ook over. Ja, maar is toch ook een mooi moment? Dat wil je toch ook zien? Dat is toch leuk? Nou, maar je moet je dus wel heel bewust zijn van over waar je loopt dat je gefilmd wordt. Heb jij dat gevoel niet dat je... Dat ja, maar los daarvan. Ik denk als de emoties de overhand hebben, dan heb je dat omgevingsgevoel. Nou, ik bedoel meer te zeggen van, het is een geweldig moment. En het is een privé moment ook van vader en zoon. Maar als je een foto ziet vroeger van een stadion. We hadden laatst een special over Ajax en Feyenoord. Een klassieke special. En er zat een oude foto, de jaren 60 geloof ik, 50. Dus iedereen... 60 hoofden naar links, die kijken naar de actie op het veld. Maar tegenwoordig zie je telefoons bij concerten, maar ook bij voetbalwedstrijden. En mensen zijn toch bezig met dingen vastleggen. En als je geen voetbal hebt gekeken en je gaat online op Instagram of op Twitter of waar dan ook. Je gaat kijken, dan zie je van alles voorbij komen wat door mensen gefilmd is. Hè? Alles wordt tegenwoordig gefilmd. Ja, maar kijk, als jij een wedstrijd kijkt, hè? Je zit in een stadion. Dan kijk ik er ook wel om je heen. Dus dan niet alleen maar de wedstrijd. Vraag maar aan Ruben hoe ik voetbal kijk. Ik ben net een zombie. Hij probeerde een keer, we zaten bij AC Milan Inter, hij wilde tegen me praten. Tijdens een wedstrijd. Je mag thuis als ik op de bank zit al niet tegen me praten, weet je wel, als ik voetbal zit te kijken. Ik vind daar ontspannen naar te kijken en dan zit iemand tegen je aan te lullen. Dat is vervelend. Heb je hem bestraffend toegesproken? Ja, want hij deed de tweede wedstrijd deed hij het niet. Oké. Of na rust deed hij het al niet meer. Maar toen voelde hij er ook geen klote meer aan, hè? Want Ruben die praat graag. Ruben praat graag. Ja, Ruben praat graag. Hey, het elftal nog een keer bijpakken. Wie is de aanvoerder? Wie is de aanvoerder? Ja? Stefano Sensi natuurlijk. Stefano Sensi. En iedere week gaan komen terug. Nee, Koulibaly is de aanvoerder. Koulibaly. Hey, zoals iedere week. Tussenstand Gouden Bal 2022. Oei. Op basis van wat je gezien hebt, wat er gebeurd is. Een nieuwe top 3. Op 1 Lovro Maier. Maier, ja. Op 2 Adama Traoré. Traoré op 2 voor de gang. Ja, ook om de critici een hak te zetten. Want van die Traoré, daar gaan we nog last van krijgen. We zijn inmiddels al wel een paar weken aan de gang, hè, in 2022. Ja, ik weet het. Nee, ga door. Het is jouw top 3. Wie ben ik? Nummer 3. Mandy, de doelman van Senegal. Mandy. Nou, mooi. En mooi slot. Mag ik jou bedanken voor je tijd, Zuli? Ja, Traoré heeft natuurlijk gekkigheid, maar... Ja. Maar Zuli, dank voor je tijd. Jongens, jullie, dank. Ja. Zullen jullie afkondigen dan? Oh, joh. De gemiddelde Turk kijkt zo voetbal. Ja, mijn vader keek vroeger ook zo voetballen. Ja, heel emotie. Als strafsport speelde, dan ging het er zo aan toe. Ik,
Ik heb de tv's letterlijk door de woonkamer zien vliegen. Dus ja, ik vind het eigenlijk vrij normaal gedrag nog. Tijd om te stoppen, sorry. Vind je niet? Ja. Jongens, dit was het elftal van Suleiman. Laat in de comments weten wat je ervan vindt. En dan zien we jullie volgende week weer terug. Tot ziens.